Breda Nu. Je weet het meteen. Gilde de Baronie organiseert verschillende rondleidingen in de Grote Kerk in Breda. Tijdens de Backstage Tour kom je in ruimtes van de Onze Lieve Vrouwenkerk die doorgaans niet voor publiek toegankelijk zijn. Nou, we zijn hier omdat we morgen naar een bedrijf toe gaan die een open huis heeft. Daar werkt onze zoon. Nou, we doen het wel eens vaker dat we dan 2 dagen een stad gaan bezoeken. Dus we dachten, dan blijven we hier overnachten en dan gaan we vandaag Breda alvast verkennen. En vanwaar dat heeft besloten om deze rondleiding te gaan doen? Nou, we zijn heel erg geïnteresseerd in kerken. We zijn zelf ook kerkelijk. Elke zondag gaan we naar de kerk en we weten het een en ander van. De gebouwen niet altijd, dus het is gewoon prachtig om te zien hoe ze vroeger al vol passie zo'n gebouw hebben neergezet. En die story die eraan vastzit. En, ja, dat vinden we mooi gewoon. Dat trekt ons. En wat vond u van deze rondleiding? Waarom moeten mensen dit gaan bezoeken, denkt u? Nou, in de kerk kun je zelf rondkijken. Met een folder kun je allerlei informatie aan de weet komen. Maar je ziet nu dingen waar je eigenlijk geen idee van hebt. Je loopt als het ware boven de hoofden van de mensen. Je ziet wat er allemaal hierboven gemaakt is om dit gebouw zo te laten blijven zoals die begonnen is. Dus ik zou zeggen, allemaal echt doen. Is het aanraden waard. Voor de mensen die het niet weten, wat kunnen zij hier zien tijdens deze rondleiding? Ze kunnen dingen zien waar je anders niet in komt. Dus zeg maar boven de gewelven, als je gewoon de kerk inkomt, kan je niet zien wat er boven de gewelven zit. Hoe het dak opgebouwd is, geconstrueerd is. En kleine details aan de buitenkant waar je anders ook niet bij komt. Dus dat willen we de mensen graag laten zien. En u zei dat hier in de grote kerk meer rondleidingen zijn. Wat maakt deze rondleiding anders dan die andere rondleidingen? Nou, we proberen iedere keer een ander accent te leggen ergens op. Dus dit was, zoals hij heet, backstage. En dan ga je echt een kijkje nemen in de keuken, achter de schermen. We hebben daarboven ook een keukentje gezien. Dus dat er ook echt gekookt wordt hier. Dat deze ruimte gehuurd kan worden en dat die gebruikt wordt. Het college van Breda, de burgemeester en wethouders, maken hier zelf ook zeer regelmatig gebruik van. Maar ook het bedrijfsleven. Vergadert, luncht, dineert hier, want dat is gewoon ook allemaal mogelijk. Wij willen laten zien dat die kerk vroeger ook anders geleefd heeft. Dat er andere mensen, dat er op een andere manier hier gewerkt en geleefd werd. En daarom hebben we het gehad over de kanunniken, het hele verhaal van de overgang van katholieke kerk naar protestante kerk. De Nassaus die hier nadrukkelijk een stempel op deze kerk hebben gedrukt. Breda Nu. Je weet het meteen.